zij spelen hun eerste ronde. De eerste ronde, dames enkel spel duidelijk. Op dit laatste Grand Slam toernooi van dit jaar. En dit speelt er allemaal af op baan 11 hier op Flushing Meadows in New York. Grete Arm, grote struise Duitse vrouw. Geboren Hongaarse, 23 jaar. Maar vooralsnog niet echt opgewassen tegen Jelena Dokic. Dokic is natuurlijk een grote naam hier, als vijfde geplaatst. Maar deze Arm kan heel goed serveren. Daarmee heeft ze ook in deze wedstrijd tot nu toe wat punten bij elkaar gebrokkeld. Maar uit het achterveld en in het voorveld is Jelena Dokic duidelijk de sterkste van de twee. Dokic, 19 jaar, vierde plaats op de wereldranglijst. Speelt voor de derde keer hier. Twee keer een vierde ronde gehaald. Deze Dokic hier in uw beeld. Vorig jaar en het jaar daarvoor. En naar grote resultaten van Dokic. Tot nu toe behaald op Wimbledon. Halve finale Wimbledon. In één keer een halve finale en één keer een kwartfinale. En als deze Arm, Greta Arm, kans ziet om wat meer de eerste opslagen naar binnen te brengen. Dan kan het voor haar wat succesvoller zijn. Het was erg gehaast in het begin van de wedstrijd. Alsof ze een hardloopwedstrijd aan het spelen was. Kan zich hier een dubbele fout veroorloven. We hebben weinig problemen meer met Dokic meegemaakt. En als het problemen waren, was het altijd met haar vader. Speelde voor Australië, toen voor Joegoslavië, of liever, en toen is nu eigenlijk. De laatste berichten zijn dat ze ook weer uit Joegoslavië weg wil. 40-30. Terwijl Greta Arm de Dokic niet echt moeilijk maakt. Twee keer een dubbele fout. Maar nog steeds één kans voor Arm. Om die achterstand van 1-4 te verkleinen naar 2-4. Die Dokic wil iets te veel. Een serie van schitterende diepe slagen van beide vrouwen. En Jelena Dokic met klep. Dokic probeert Greta Arm zoveel mogelijk te laten bewegen van voor naar achteren, van links naar rechts. Maar dat gaat natuurlijk ook niet altijd goed. Nu wel. Oh, geweldige return. Mooi in die bal gestapt. Beide vrouwen met hele vlakke slagen. Dat kan aan de ene kant een hoog tempo opleveren, aan de andere kant leidt het tot wat meer missers. En een goed voorbeeld van het eerste hier. Deze Dokic is een hele moedige tennisspeelster. Gaat voor de kansen. Speelt compromisloos. Game.
En te veel deze poging tot een return. 5-2 Dokic in de eerste set. We gaan er kort uit. Van Flushing Meadows. Het Amerikaanse tennisgebeuren. Laatste Grand Slam toernooi van het jaar. Dames en heren, speel de eerste ronde op de rug gezien. Jelena Dokic als vijfde hier geplaatst. Joegoslavische en haar tegenstandster. Grote vrouw uit Duitsland. Greta Arm. Een fantastische bal. 15. Daar is weinig aan te beginnen natuurlijk. Ja, Dokic kan er wel om lachen. Die bal die stoot zo'n halve centimeter over het net. 15 beide. Greta Arm moet vechten om in die eerste set te blijven. Maar die arm die moet het ook van lange slagen hebben. En op al die onderdelen die je arm het beste kan toepassen, is Dokic natuurlijk juist beter. Let wel, aanzienlijk beter van tijd tot tijd. Ja, en Dokic zegt, ja, die bal was toch uit. De arbitrage denkt er anders over. Het gaat allemaal net iets te vlug voor de Duitsers. De eerste setpunt, breekkans ook voor Dokic. Mooie lengte, Jelena Dokic. Hij heeft het niet echt moeilijk. 6-2 eerste set voor de Joegoslavische. We gaan er kort uit. Welkom terug op baan 11. Flushing Meadows, eerste ronde. Dames enkel spel, US Open. Greta Arm speelt tegen Jelena Dokic. Dokic serveert het eerste game van de tweede set. Totaal 5 titels deze Dokic. Tweede van dit jaar behaald. Sarasota en op het gras van Birmingham. Dit zijn de goede banen voor Dokic. Die bal die komt goed naar daartoe. toe. 30, 15.
blijft niet heel erg laag. Dan kan man met die voorhand een heel klein beetje toedekken. Die bal niet echt topspin slaan. Maar een klein beetje 40-50. Extra zekerheid geven. 40-15, Dokic. Doet ze nog een keer. En wint daarmee nu de eerste game van de tweede set. Ik zei het al, 2 titels voor Dokkies dit jaar. Sarasota, Birmingham. Er komen nog een keer 3 tweede plaatsen bij. Parijs binnen, Straatsburg en San Diego. We zijn al een heel goed seizoen bezig. Deze Greta Arn, een paar behoorlijke resultaten gemaakt. Greta Arn die nu serveert. Slaat Likovtseva in binnentoernooi van Parijs. Kwalificeerde zich voor de Open Australische kampioenschappen. Kwalificeerde zich ook voor Indian Wells. Tweede ronde op Wimbledon. Het is allemaal nog wat bescheiden, maar het is wel een tennisvrouw met potentie. Kan nog groeien. Beschikt over een hele goede service. Dit soort hele fraaie dingen juist een fractie te weinig om het Dokic echt moeilijk te maken. Meteen een breekkans voor Dokic in deze eerste opslaggame, tweede set van Greta Arn. Advantage damage.
En een tweede breekkans. Het is triest voor die arm. Ze doet alles goed. Alleen Dokic doet het juist iets beter. 2-0. Jelena Dokic. Nou, het gaat nu wel helemaal een sneltreinvaart. Op 0, Jelena Dokic, naar een 3-0 voorsprong. We maken een kleine onderbreking. In het beeld Jelena Dokic in sneltreinvaart op weg naar een plaats in de tweede ronde. Haar tegenstandster Greta Arm. Nog niet zo'n zeer bekende Duitse speelster. Vierentachtigste plaats op de wereldranglijst, deze Greta Arm. En dan verschijn je natuurlijk nog niet zo heel vaak op het Eurosportscherm. Ja, moedige poging van de Duitsers. Nee, allemaal te simpel. 15. En een kans voor Greta Arm om die nul weg te poetsen in deze tweede set.
Gary ja hoor. Dodgers lose 3-1. Geeft altijd vol gas. Deze Doc iets. At first serve. En krijgt natuurlijk toch een aantal punten. Een redelijk eenvoudig cadeau. Kruipt daar heel mooi onder die bal. Net voor serve. Nou, dat is de eerste keer dat Dokic aanstalten maakt om uit net te komen. Een simpel, maar een 4-1 voorsprong. Tweede set. Grete Arm, stevige Duitse in de eerste ronde tegen Jelena Dokic, de nummer 5 geplaatst hier. En Dokic een klasse te goed. Zien we natuurlijk toch heel vaak in de eerste rondes, vooral van het damesenkelspel. Echt uitslagen waaruit een zeer, zeer groot klasseverschil blijkt. En je vraagt je soms af of er niet te veel vrouwen meedoen. Aan de Grand Slam toernooien. Te veel vrouwen die niet echt een wedstrijd in de letterlijke betekenis van het woord opleveren. Game on. Hetzelfde beeld als in de eerste set. Een redelijk grote voorsprong van Dokic. En dan sprokkelt de arm nog wat games bij elkaar. Ook uit dit soort slagenwisselingen blijkt toch de potentie die Arn heeft. Alleen als ze natuurlijk 80% van dit soort ballen goed zou slaan, dan zouden we haar wat vaker op het scherm voorbij zien komen. Dit was een mooie bal van Dokic. Een halve volley op de achterlijn. Thirty,
Twee hele goede opslagen, Dokic achterin. Dokic, de laatste drie opslagbeurten. Totaal 3 punten verloren. Nu na een 5-2 voorsprong. We zijn alweer in het eerste punt van wat naar alle waarschijnlijkheid de laatste game wordt van deze partij. Dokic 5-2. Tweede set wint de eerste set ook met 6-2. Ladies and gentlemen, just a reminder, as a courtesy to the players, please switch off all cellular telephones. Thank you. En of iedereen zijn mobiele telefoon wil afzetten. Nou, het is te hopen voor Arm dat ze nog een paar hele mooie opslagen laat zien. De eerste volley van Dokic, een grote kwaliteit. En twee wedstrijdpunten. Die stoot wat wonderlijk weg. Nog één wedstrijdpunt, Dokic. Okay. Ja, prachtige backhand op die achterlijn. En Jelena Dokic, de nummer 5 geplaatst hier, zonder enig probleem door naar de tweede ronde van de US Open. Greta Arm, een willig slachtoffer met een enkele keer een aardige uitschieter. We nemen u hierna mee naar de wedstrijd, ook natuurlijk allemaal nog in de eerste ronde tussen Yevgeny Kafelnikov, de sterke Rus, hier als vierde geplaatst. En die speelt tegen Davide Sanguinetti. En de beide heren staan in de vierde set.
eerste set. Mara Kafelnikov 6 tegen 2. Daarna 7 tegen 5. Nou, we kijken eerst nog even naar de samenvatting van Arn tegen Dokic. Er is niet zo heel veel aan te zien natuurlijk. Let u even op de twee onderste cijfers links in uw beeld. 0 breekkansen voor Arn. En de halve ook 0 gerealiseerd.